In 99% van de gevallen staat er iemand aan de deur die je verwacht. Meestal is dat een bezorger, buurman of goede vriend die je aanbelt. Ja, toch is het prettig om van tevoren al te weten wie er voor de deur staat. En dat kan aan de hand van een deurbelcamera. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid terug te kijken wie er voor de deur heeft gestaan wanneer je van huis bent geweest. En zoals je in deze video gaat zien, levert dat soms hele leuke beelden op. Alleen, lang niet iedereen is fan van die apparaatjes. In sommige gevallen wordt veel meer dan alleen de voordeur gefilmd. En dat is illegaal. Op eigen terrein is het opnemen gelukkig geen probleem. Op die manier zijn mensen erachter gekomen wie hun pakketjes steelt, of ze gluren stiekem mee hoe een bezorger uitglijdt over een spekgladde straat. Nummer 10. Autodiefstal. Het Amerikaanse FedEx, kort voor Federal Express, is een van de grootste pakketbezorgers wereldwijd. In ons eigen kikkerlandje zijn de busjes ook aan te treffen, hoewel andere bezorgdiensten groter zijn. Een levering van een pakket liep uit op een compleet fiasco. De FedEx-bezorger had zijn busje op de straat geparkeerd. Voordat hij het pakketje uit de laadruim pakte, liep hij alvast naar de deur toe om aan te bellen. Hierbij liet hij de deur van zijn busje openstaan en deze fout kostte hem niet alleen het busje, maar hoogstwaarschijnlijk ook zijn baan. Nou, misschien heeft de dief het rondje van de bezorger afgemaakt. Je weet maar nooit. Nummer 9. Een gevleugelde etterbak. Iedereen heeft het minstens één keer in zijn jeugd gedaan. Belletje trekken. Het idee is simpel. Je belt aan en rent vervolgens keihard weg. Er wordt dus voor niks open gedaan. Die flauwe grap kan flink op de zenuwen werken. Wanneer je met enige regelmaat last hebt van belletje trekken, dan komt een deurbelcamera uitstekend van pas. Het is alleen wel even raar als je ziet dat het geen kinderen zijn. Nee, een ander klein wezentje is de aanstichter van de baldadigheid. En wanneer de beltoon klinkt, snel wegvliegen, hè? Laf zeg. Nummer 8. Pakketjesdief. In Nederland en België leveren bezorgers je pakketjes netjes af. Nadat ze voor een dichte deur staan, proberen ze het pakket bij de buren af te leveren. Mocht dit niet lukken, dan kun je het later bij een afhaalpunt ophalen. In sommige regio's in de Verenigde Staten worden pakketjes gewoon voor de deur gezet. Dit heeft geleid tot een relatief nieuw fenomeen, pakketjespiraten. In de volgende video is te zien hoe zo iemand uit haar auto sprint en vliegensvlug 3 pakketjes bijeenraapt. Echter ondervindt ze direct de karma van haar daad. Ze glijdt uit en blesseert daardoor haar been. Nummer 7. Overstappen. Verkopers aan de deur staan bekend vanwege hun sluwe verkooppraatjes. Bij dit soort bedrijven verdien je als verkoper meestal op basis van het aantal nieuwe klanten dat je werft. En hierdoor zullen verkopers expres informatie achterhouden, zodat je een duur abonnement afsluit. De verkoper aan de volgende deur doet niet echt zijn best. Na slechts 5 seconden interactie en de uitwisseling van 3 woorden gaat hij er weer vandoor. Er is duidelijk te zien dat hij geen enkele moeite doet om de klant te overtuigen. Hij zal wel per uur betaald worden, denk ik dan. Hoi. Overstappen? Nee. Oh, jammer. Tot ziens. Ja. Nummer 6. Het is keiglad hier. Glad weer levert bezorgers lastige situaties op. Een UPS-bezorger in de Verenigde Staten moest een pakketje bezorgen na een hevige ijsstorm. Hoe je het ook wendt of keert, hij is hier wel in geslaagd. De manier waarop is alleen wel een beetje ongebruikelijk. De bewoners van het huis vonden het voldoende als de bezorger het pakket op de stoep liet staan. Ze zouden zichzelf wel een weg banen over de spekgladde ijsbaan die zich op de oprit had gevormd. Toch bleef de bezorger aandringen om het aan de deur te brengen. Vooral het duimpje aan het einde van de video doet het hem. Nummer 5. Rondje met de hond. Bij het hebben van een hond hoort uitlaten. Op een warme zomerdag is dat geen enkel probleem, maar in de regen piep je wel anders. Vaak maken gezinnen schema's voor wie de hond op welk moment moet uitlaten. Zo gaat pa in de ochtend en doen de kids na school een wandeling. Grote honden kunnen behoorlijk sterk zijn. Bij het zien van een bal of een ander dier kunnen ze daar onverwachts achteraan stormen. De vrouw in de volgende clip ondervond dat ook. Nadat ze aan de riem trekt om naar binnen te gaan, belandt ze uiteindelijk in de bosjes. Nummer 4. Van harte, hè? Je verjaardag is een belangrijke dag in het jaar. Je bent tenslotte slechts één keer in de 365 dagen jarig. Daar mag flink voor uitgepakt worden met slingers, ballonnen, cadeautjes en, niet te vergeten, taart.
In het filmpje is te zien hoe een bezorger een verjaardagstaart komt brengen. Na wat geklungel met zijn telefoon in de ene hand en de taart in de andere, gaat het uiteindelijk toch fout. Ach ja, een door elkaar geklutste slagroomtaart smaakt nog steeds hetzelfde. Het is vooral te hopen dat zijn telefoon geen barst in het scherm heeft. Op 3, brokkenpiloot. Parkeren blijft voor veel automobilisten een ingewikkeld klusje. Gelukkig hebben moderne auto's parkeersensoren. De echte bofkonten hebben zelfs een automatische parkeerstand, waarbij je als bestuurder helemaal niks meer hoeft te doen. Op de beelden van de vorige deurbelcamera hoef je niet te letten op de rode auto die probeert uit te parkeren, want die weet de auto heel huids uit het vak te krijgen en obstakels te vermijden. Dat geldt niet voor de pechvogel bij de lantaarnpaal. Dat moet een aardige klap zijn geweest aan de trillende verlichting te zien. Nummer 2. Beren gezellig hier. Waar wij het hier al bijzonder vinden om een vos te zien, kijken ze daar in het noorden van de Verenigde Staten en Canada niet van op. In de dunbevolkte bosregio's zijn ze namelijk gewend aan bruine beren. Deze dieren leven vooral van vis die ze vangen in de beekjes. Toch komen ze in hun zoektocht naar eten ook wel eens bij huizen terecht. Op de volgende deurbelcamera is te zien hoe een beer op de veranda van een huis snuffelt aan de camera. Binnen zal vast een lekker maaltje te vinden zijn. Van de camera moet de beer in ieder geval niks hebben. Waarschijnlijk is hij nogal gesteld op zijn privacy. En dan plek 1, bokstraining. Legendes van de boksport, zoals Muhammad Ali en Mike Tyson, worden in alle uithoeken van onze wereld bewonderd. In Nederland hebben we onze eigen Rico Verhoeven, die zijn tegenstanders er flink van langs geeft tijdens de kickbokswedstrijden. Een Amazon-bezorger lijkt ook ambitie te hebben in de ring. En nee, dan hebben we het niet over de ring van de deurbel. Op film is namelijk te zien dat hij zijn slagen oefent in de spiegels van een appartementencomplex. Daar wil je geen ruzie mee hebben. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!